Vroeger ik douchte mij misschien uh, één keer om drie weken of zo. Dat is wel eens nou echt fucked. Het <laughs> gaat niet goed met mij, man. Kimmy <laughs> Haardiger. The <laughs> fuck. <laughs> ja, echt fucking trippen. Ik wil iets doen mee. Dat zou fucking nice zijn. What the fuck. Yo, super bedankt dat de klik op deze aflevering. Op het moment dat ik deze video opneem, zit dit kanaal bijna aan 19.000 abonnees. Dat is een insane getal, super bedankt daarvoor. De komende vier weken ga ik steeds twee podcasts per week uploaden, elke maandag en donderdag. Dus als je meer van deze dingen wilt zien, abonneer dan, dat zou mij heel erg helpen. Uit, hey, precies, geniet van de aflevering. Uit, right, you ready? Yup. Wat mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtens en vandaag zit ik hier voor de tweede keer met Samuel de Graaf. Yo, als goed? Dikke in met jou. Ja, top, top, top. Het is al even geleden. Nieuwe plek. Ja. Ziet er goed uit, pik. Want je hebt, hebt mijn kot meegemaakt, dan het eerste kantoor niet en nu deze. Het is ja. wel een upgrade, toch? Ja. Ik was nooit in het... Uh, in het eerste kantoor had ik nooit een uh, podcast gedaan. Nee. Maar inderdaad, op je kot. Met je ko ja. Zo'n OG-shit eigenlijk. <laughs> ja, dat is echt wel, hoor. Nee, want dat is ondertussen wat. Uh, meer dan een jaar geleden... Twee. Bijna twee jaar, ja Bijna twee jaar, redelijk pak. Dus ik heb je ja. wel echt een gekke evolutie zien doorgaan. Want toen je bij mij op kot zat, was je zo, en ik weet niet of dat echt zo was, maar je was zo nog heel, uh, zo van, oh ja, misschien gaat YouTube iets worden of misschien niet. En je hebt, sindsdien bent jij gewoon, ik weet niet, ik denk dat jij drie, vierduizend abonnees had op dat moment, nu zit je aan. Uh... 200.000 of zo? ja. 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 Dacht je op dat moment echt van oh, we zullen wel zien? Of wist je wel van ik weet waar ik mee bezig ben en ik denk wel dat ik hier, allee, dat ik dat toch groter dan, en toen zeg je, ja, misschien 10.000 abonnees, dan ben jij dan los voorbij bijgeschoten. Ja, het is gewoon een beetje, ik was toen ook al zo'n beetje in de vibe gewoon zo van hoop voor de best en ja, als ja. het niet lukt, dan lukt het niet. En ja. dan is dat ook gewoon niet erg, snapte, maar het was gewoon heel leuk op dat moment. Nu nog steeds. Ja, ja. Maar toen was het ook allemaal nog heel nieuw, snap je? ik wist ook zelf niet wat dat er van ging komen of zo. Maar ik wou ook zo niet jinxen door te zeggen van. We gaan, we gaan nu zo gaan, snap je? Want ik moet nee. allemaal blijven, vind ik ja, dan. En nu zelf ook gewoon, dan Aha. uiteindelijk. Hè. Maar ja, nu, nu is er wel wat veranderd. Ja, <laughs> het is wel gewoon cool om te zien. Ik vind het cool om te zien dat er effectief YouTubers in België zijn. Omdat het verkort was, het ACIT. Ja, klopt. En stopten het daar. En nu. Bent jij aan dan toen? Is er op shit dan toen? Zijn er blijkbaar nog wel mensen dingen aan het doen? We hebben het op de Jamies gezien. Ik vind het cool om te ja, zien man. dat er een, echt een, een. Ja, community zou ik ja. nog niet echt noemen. Maar dat er gewoon mensen dingen beginnen te doen. Ik ja. hoop het er ooit, de community niet. Ja, is. ik hoop het ook ooit. Dat het zo echt. Uh, ook gewoon het? geaccepteerd kan worden door iedereen. Ja, dat zo niet iets is waarop neergekeken wordt. Nee, want het is nog. Allee, niet dat dat mij boeit. Alleen de mensen die daarop neerkeken en daar energie in steken. Mm. Daar hoef ik niet meer aan naar veld nee. te maken, snapte. Maar gewoon een team van. Um, ja, het is nog altijd zo'n beetje zo van. Ah, YouTube, zo. snap je? Het is van want mensen lachen er zo mee. Maar uiteindelijk, als ze je nodig hebben voor iets, omdat ze zelf mm -hmm. zo wat coverage ja. nodig hebben, dan zijn nee. ze wel direct daar zo, snap je? Ja, dezelfde mensen die ja. daarmee lachen, zijn degene die nee. echt een story nodig hebben voor een keer of vijf. Uh. Ja, snap je? <laughs> ja, nee, troep. Maar ja, kijk. Hey, misschien ooit een, een, een podcast, Jamie. Ik weet niet wat, wie dan aansluit. Ah, nog Ja, eigenlijk. Ze, ze hebben Was geen podcast. Nog niet. Ja. nog niet. Dat is wel weird, mondjaar. want dat is ook wel echt gewoon. Het ja, begint altijd. Nina, volgend jaar wel zoiets aan de podcast. Ja. Zijn, er, zijn er niet zoveel mensen? Ja, nee. Ik heb echt nieuw, maar ik weet niet of dat die naar. Maar je, James merkt James wel, je merkt wel dat podcast. Zeker, ik had dat gevoel zo'n jaar geleden of zo. dat opeens iedereen een podcast aan me genoten. Maar die oh, zijn ja. ook vrij snel terug. Weet ja. Inderdaad, maar. ik zeg dus. dat ze even een hype precies of zo. Ja, maar ik denk wel dat er een nieuwe golf aan zit te komen. Cool. Misschien volgend jaar. Anyway. Niet pas over content, maar is het volgens u kwaliteit over kwantiteit? Um, over, het niet, algemeen, over het algemeen. Kan je kan verschillende dingen toepassen, natuurlijk. Ik zou zeggen van wel, ja. ja? Sowieso, want dat is ook gewoon uiteindelijk gewoon een, een duurzame mindset. Want als je bent van. Ik heb liever één goede broek dan tien rotte broeken, snap je? <laughs> Ja, oké. Okay. Uh, Eén goede broek die, die, die een jaar meegaat dan dat ik tien broeken mm. heb die scheuren na uh, een sessie van het skaten, snap je? Ja. Je sluit dus wel ik, gewoon. Ja, fok top bro. Fok top. Er is dus eentje die nog altijd in mijn kamer ligt. Ik moet er mm. nog altijd iets mee doen eigenlijk. Maar daar zit echt zo ja, zo'n gat in gewoon. En dat was een tijd dat ik er ook gewoon mee bleef skaten. En zo, al die litsjes van die riem waren ook kapot. Dus ik stak die riem zo door dat gat van die broek. Waardoor die dus wel zo omhoog bleef. Ah, je dat voorbij zien komen. Ja, man. ja. Dat was wel zo, even zo'n beetje een meme zo. <laughs> nee. Maar uh, ja, die ligt gewoon thuis. Misschien dat ik er wel eens ga opknappen ofzo. Zo vind ik Nee als... ja, kwaliteit. Uh, ik denk dat dat wel... Als we dan toch op, op, op content... Uh, Allee, wat zou ik gaan zeggen? Is, is kwaliteit over kwantiteit? Bij content? Ja. Uh, ja, maar je moet al mijn korrels uitnemen, uiteindelijk, snap je? je moet niet heel de tijd, heel de tijd droppen. Ja, tenzij op TikTok, daar moet je het allemaal een vak mm -hmm. <laughs> Maar uh, zo op, uh, op YouTube. Ja, ik denk wel dat het zo belangrijk is dat je zo echt al dingen maakt die je zelf ook opnieuw zou kijken, gewoon. Mm. Meerdere keren dus nooit. Ja, dat zie ik ook altijd. Hè. Maar als jij ook zo bent van dit is nu de vibe waar ik in zit en dit is nu wat ik wil maken of wil posten, ja, dan is dat mm. ook gewoon zo. Het moet nog altijd je eigen expressie blijven. Mm. Snap je Maar ja, je moet ook rekening houden met algoritmes als je relevant ja. wilt blijven. Dus. Dat is het kutte, hè? Ja, dus, dat is uiteindelijk gewoon de prijs die je betaalt. Snap je? Allee, ja. het, me het medium is er, het is heel krachtig, je kunt er heel veel mee bereiken. Maar je moet nu eenmaal de regeltjes, het algoritme volgen. Allee, mm. moet niet per se. Als je echt, echt, echt goede content hebt, kun je gewoon nee. een scheid hebben of echt gewoon heel getalenteerd bent in iets of zo, maar uh, ja, de rode draad is wel dat je daar wel naar moet luisteren. Ja, want op, op TikTok heb ik heel lang het gevoel dat dat wel gewoon was, kwantiteit over kwaliteit. Dat je gewoon, zolang dat jij maar dingen blijft posten, ja. dat TikTok op den duur wel dingen viraal liet gaan. Ja, dat nou, is. Nice. Vind je TikTok een nice platform? Uh, ik zit daar zelf veel te veel op de laatste tijd. <laughs> Om te consumeren, dan. Ja, Ik ja, check echt, echt, echt veel te veel. Ja. Dat is echt schandalig. Right. Ik verwijder die app ook echt vaak. Omdat ik zo, soms zo dan zo een uur daarop gescrollt heb. Dan ben ik zo, wow, fuck. Ah, yeah. fucked up. Ze snapte? En dan verwijder ik die app voor over een week of zo. Snap je? Maar ja, dan moet ik altijd opnieuw downloaden als ik iets wil posten. Dat was vrij aan TikTok heeft gemaakt. Kun je ja. kijken of zo. Ja. Maar, um, <laughs> ja. maar uh, ja, TikTok ja, is toxic as fuck, man. Het is uh, wel ja. heftig. Ook gewoon, ik snap niet. Ik kan me niet voorstellen dat wij niet een of andere hersenschade aan het oplopen zijn ja, ja. tijdens het scrollen op die app. Hoe oh, ja, zie alle ik... sociale media, het is een ja. kleuter en broek. Ik zag laatst ook uh, iemand die iets zei van: hoe zie ik eerst een thurstrap, dan beelden uit een oorlogsgebied en dan een kattenvideo op 10 seconden? Ja. En hoe, hoe kan het dat ik geen hersenschade oploop? Dat kan toch niet? Dat is echt niet ik denk okay. dat ook, echt wel, man. Alle de impulsen die we elke seconde krijgen, dit is. Als ik deze podcast opneem, dat is dat is een uur of anderhalf uur waar ik niet op mijn GSM zit. En dat is bijna lang. Ja, ja. Klopt. Dat is wel erg. quality eigenlijk. Ja, maar dat is erg. Ja. Ah, ik, vind dat, ik vind dat een beetje gek dat echt. Want of het nu is om, dat ik echt iets belangrijk moet doen, of dat het gewoon is om inderdaad TikTok te scrollen. Ik zit constant op mijn GSM. Hm. Ja. Sowieso, ja, we zijn er ook mee bezig, snapte. Allee, ja. Je maakt jezelf dan ook wijs van: ah ja, maar dat is goed, want dan weet ik wat er relevant is en dan weet ik wat er aan is, of dan weet ik welke leak is dan is en zo, snapte. Maar uiteindelijk, ja, dat ja, is het ding als creator: je bent zelf ook echt nog wel een slachtoffer van, mm. van die shit. Zeker als je dan eh, even geboomd bent en even, even minder mm. aan het boomen bent, dan voelt je dat ook, zetten ja. Heb je dat gevoel ooit al gehad? Van boomen en, en minder boomen? Ja, allee, in het begin was het gewoon heel de hele tijd boemen. was <laughs> yeah. gewoon corona was, denk ik ook. Yeah. Gewoon. En ja, ik was gewoon nieuw en toen is het gewoon allemaal heel snel gegaan. En nu is het wel, zo wel gestabiliseerd of zo. Mm -hmm. Maar allee, dat was dat er ook wel gewoon op aan te komen. Dus ik zit daar niet. Ik daar niet van wakker of zo. Mm -hmm. zat, ik heb ook wel iets minder intensief gepost, met dat het nu ook zo ja, slechter weer is en zo, dan is het dan moeilijker voor mij om content te filmen. Mm -hmm. En ja, mijn gsm die dan geript was. Holy pak, hoe is dat eigenlijk gebeurd? En dat zit nu ergens in, in Marokko? In Marokko, het in? Ja, was nog eens signaliseerd, ja. Oh, man, wel... waarom ben je die verloren? In Brussel, eigenlijk, waren we, uh, we gaan streeten. Dus ja, street skaten, dat is dus eigenlijk dat je op straat gaat skaten. Dus zo op spots eerder dan in een skatepark. Eigenlijk gewoon alle plekken die niet gemaakt zijn om te skaten zijn street. Ja, okay. Want dat heeft meer credibility en zo. Dat heb ik misschien vorige keer ook al uitgelegd. Ik weet niet of je dat toen hebt gezegd. Ik weet het niet. Maar ik weet dat je toen wel met mij van het station naar kot liep en dan zo. Je dat, was buurt, en dat, zo zag van. dat was daar in de buurt. Ja. Dat was daar in de buurt aan uw kot benaar. Ja, maar er zijn echt wel een paar nice plekjes. Allee, ik kan me voorstellen dat je je daar kunt amuseren gewoon. Ja, of afgeript worden. <laughs> ah, ja, dat ja wat ik beloof. Oh, okay, yeah, yeah. <laughs> nee, ja, uh, we waren dan daar en dat was het einde van de dag, het was vijf uur zeven of zo, het was nog niet per se donker of zo. Mm -hmm. We waren zo aan een spot met zo'n grote wave. Zo. Ah ja, oké. Okay. Ik kende het, dat zo dicht bij uw vorige kot je was je in een park, boos, ja. dat was mm. wel een coole architecturale kwestie. Ja. Uh, we waren er dan aan het skaten, het was het einde van de dag en uh, er was zo'n dude en die was aan het jongleren met een bal, maar echt zo insane, snapte. Je ja. kon dan echt zo hier gewoon zo balanceren, hier, 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 allee, ik was onder de indruk maar die was echt zo wel, wel verder van ons. Dat is niet dat hij onze aandacht daarmee probeerde te trekken mm. of zo. Maar ja, ik had dat dan wel. Het was mij wel opgevallen. En um, ja, die. Ik vraag ze van, yo, uh, do you mind if I film you? Want hij kon geen Nederlands. Yeah. En um, dan uh, was hij zo van, yeah sure, no problem. En dan was ik zo uit chill. Die was vriendelijk. Ik film die guy. die is een shit. En dan uh, was ik zo van uit, yo, merci, <laughs> beste. En uh, dan was hij dus zo van, yo, 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 let me show you something. En ik was van, ja, oké, okay. ik heb deze gast net mogen filmen en die was eigenlijk wel vriendelijk, dus het zou een onrespectvol zijn yeah. om nu niet in te gaan op wat hij van mij moet hebben of zo. Dus ik, uh, naïeve gast die ik was, uh, ik ga dan naar hem, hij geeft me zijn hand, hij pakt mij vast en dan, hij trekt me zo wat naar hem toe in een greep. En dat is blijkbaar een heel bekend trucje, heb ik dan geleerd van de maat mm -hmm. van mij die in Brussel zit. En hij heeft me, zijn heel zo drie keer in mijn scheen, uh, ja, tegen mijn scheen getrapt gewoon. Waardoor ik ja, afgeleid was. Want dat was niet super hard, maar wel zo hard genoeg om je zo een beetje ja, aangevallen te voelen. Gewoon. Dus ik was van: what the fuck. En dan, dan opeens was hij zo weg en die begon zo ziek te lachen. En ik was van: ha, 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 echt zo, precies zo'n heksje. fuck. <laughs> ja, echt fucking trippen. En dan was hij weg en dan was ik zo van opgelucht eigenlijk dat hij weg was, want ja ik, was yeah. een beetje, ja, ik had een beetje schrik, snap je was yeah. een dude van 30. en ja, die, ik stond daar in Brussel en die zat te schoppen op mijn schenen. Ik dacht ja, als je trekt hier een mes en dan uh, weet je niet wat er gebeurt. Oh, shit. Maar dus ik was blij dat hij weg was. Pff, kom we zijn hier weg en dan zo na één minuut stappen was ik zo van ja yeah, fuck. Ah. Voelde het direct van ja hij was weg en dat was gewoon een afleiding van de euro. Yeah. Dus die trappen dan tegen de schenen en dan pakken die dat er weer uit. Dus dat is het verhaal van. Uh, The more you know. Yes, als je nee. dat tegen de schenen begint te trappen. Check je GSM. Het is oh. echt jammer, snap je? Want alle, ik voel me vooral gewoon in het zakje gezet. Yeah. In de zin van, I, ik was naïef. Ik ken die shit, snap je? Yeah. Ik weet dat dat gebeurt. Ik, ik ben echt altijd wel op mijn hoede voor die shit. Maar hij yeah, caught me off guard, man. Hij was, hij was ook gewoon een, duidelijk een professional, snapte? Ik ben naar hem toegegaan yeah. en hij heeft mij nog afgeriept, ja, Hij heeft zwaar ingespeeld op de situatie. Ja, mm. yeah, ja, hustle, I guess. Yeah. Fuck, man. Heb jij ooit iets gestolen? Vroeger. <laughs> nee tja. Stel, hypothetisch gezien, dat je iets zou stelen ooit. Wat zou je dan ooit gestolen... Wat heb je gestolen? <laughs> oh, snoepje in het kruid. Van ja, oké. Okay. <laughs> ah, oké, okay, op die manier. Ja. ja, ik heb nooit echt zoiets gestolen, gestolen. Nee. Oh, ja. Ik heb ooit onbewust shit gestolen. Ik wist dat niet, maar er, ik ken het zo, de proevertjes in de Colruyt. Laat je zo mm. En ik, ik dacht van, oh, show. Mijn mama wil dat waarschijnlijk ook proeven. En ik heb toen twintig pakjes van die kauwgons meegepakt. En toen ik buiten was, weet ik dat mm, zin in. mama ging zo om te proeven en ik zei, wat oh, komt jij eraan? Ja, dat was, niet, dat was dus per ongeluk gestolen. Rest in peace, proeverkes in de koolrijd, man. Ah ja, dat komt... niet jij dat dan nog terugkant Ik hoop van wel. Maar ja. I don't know, met corona en zo. Ja. Dat vond ik echt kut, man. Toen dat dan weg was, was ik echt zo van, shit. Ja. No more proeven <laughs> Het is niet echt. <laughs> ja. Het is real geworden. dat is minder, ja. <laughs> Heb je... Zijn Er nog dingen waarvan je denkt, dat komt gewoon niet meer terug. Want... Ik weet niet, Ja, alles is nu al bijna back to normal. Ja, want het, het... Dat er zijn veel dingen die je niet beseft dat die veranderd zijn of zo, omdat dat nu gewoon zo... Of ja. zo, normaal, zonder mondmasker rondlopen is voor mij direct terug normaal nu. Ja, ja dat is zalig als in de winkels en zo. Maar ja, nu nog op openbaar vervoer, want dat is niet altijd slecht gaan. Mm. Dus vooral ook gewoon zo lomp, want ja, ik heb vaak veel dingen bij, want ja, ik pak heel ja. wat openbaar vervoer en dan moet ik altijd mijn masker gaan zoeken. Ja. En, uh, zo, ik moet misschien nog eens een nieuwe masker pakken, want ik heb echt al keihard zelf niet meer in mijn jas. Bro, ik weet niet hoe, ik heb nog nooit een masker gekocht, maar ik heb echt zo tien maskers in mijn schuif liggen. Mijn <laughs> ik vind die gewoon links-rechts, ik weet niet hoe. Op een faalpunt gauw ze die ook gewoon weg bij events. Dan weet ik dat ik zo overal waar ik binnenkwam, hadden ze een mondmasker van, met de titel van de film bijvoorbeeld. Ook. Ah, zo, ja, ja. Dat was altijd echt gewoon, dat was een stukje t-shirt precies, dat was echt zo brak. Je wist dat zag ja. dat dat niet echt hielp. Maar dat was gewoon zo'n gadget dat je ineens meekrijgt. Ja, maar die maskers, ja... Corona. Ja. Ik denk wel, bijvoorbeeld zo... Ik vind het gek dat mensen blazen op taarten, eigenlijk. Snap je Als je kaarsjes uitblaast. Als je erover na begint te denken, blaas je gewoon alle bacteriën die er in je mond zouden zitten op het eten voor de rest van de groep. Ah. Ja. Dat nog niet... Of nagedacht op die manier. Ik zou er niet zo over nadenken, maar ik ben ook gewoon een persoon die heel hard gelooft in bacteriën, en goed voor mm. u. Snapte? Allee, vroeger douchte ik misschien uh, één keer om drie weken of zo. Tot mijn 15 of zo, no joke. Okay. Ik was echt een nasty motherfucker. Ik droeg echt zo een onderbroek voor een week of zo en ik was een skater. Hè. Oh, fuck. mijn, mijn kousen broek. Ja, ik was echt nasty. Als ik zei. Dus dat ik was. was... In uw hoofd is dat wel gewoon gezond. Op, die, op dat moment dacht ik daar totaal niet zo over van. Ja. Toen was ik gewoon lazy, snap je? Ik was gewoon echt een vuile puber, gewoon zo een ja. skater, snap je? Ik was echt van, fuck that, dat, is, dat is tijdverspilling. Ik moet okay. slapen of skaten. Slaap mm -hmm. om energie te krijgen, om te skaten. Dat was gewoon het enige wat ik deed. Ja. Maar achteraf daar zo op teruggezien, het feit dat ik zo... Ja, een beetje een vettig manneke was. Allee, als ik jonger was, een beetje een vieze. Ja, ja. dat is wel... Ik heb nu een, een heel, heel sterk immuunsysteem. Mm -hmm. Alleen nu met corona is het misschien een beetje minder geworden. Maar um, ik werd praktisch nooit ziek, omdat ja, ik was nooit mijn handen, ik, uh, ik duschte me niet. Bacteriën waren bang van u. Ja, ik, ik ben, waren van ik ben u. gewoon de bacteriën. Nee, maar ik bedoel, maar um, ik moet dat nu niet te serieus nemen, maar ik heb gewoon zoiets van: ik was uw handen niet te veel, fuck die alcoholgel, die masker nee. zou je proberen zo weinig mogelijk te dragen. Want je moet blootgesteld worden aan bacteriën. Dat is net heel gezond voor je immuunsysteem, want als je dat niet doet, dan paralyseert je gewoon je immuunsysteem. Dat is redelijk simpel. Hè. Je moet gewoon denken, een land dat nooit in oorlog is, en dan is ze van, ah, ik hoef geen leger te maken. Als dat dan aangevallen wordt, dan ja. wordt het direct uitgeschakeld. Dat snap je wat ik bedoel? Als je Uw eigen... systeem is je moet leger. getraind worden, ja. zo, snap je nu en dan gewoon even zo, ja... Een beetje vieze dingen. Af ja. en toe wat vieze dingen doen. Goed voor het immuunsysteem. het is wel echt zo. Nee, maar het is echt wel, echt wel problematisch, denk ik. Bij sommige mensen, allee, dat die echt gewoon zo met smetvrees opgroeien, of... Zo opgevoed worden van ja, was je handjes, was je handjes. Mm -hmm. En uiteindelijk dan ziek worden van alles. En ja, zo gebeurt corona ook gewoon. Hè. Omdat het immuunsysteem van de mensen ook gewoon te laag ligt. Ze kunnen mm -hmm. er niks meer tegen. En dan... ik, heb, ik heb het gevoel dat ze ook wel wat mensen smetvrees ontwikkeld kunnen hebben tijdens de afgelopen periode. Bro, met corona, volle mm -hmm. bakje Maar mm -hmm. echt, veel mensen zijn echt paranoia. Dat ja. is echt ziek. Mm -hmm. Ja, true. Ik had op een bepaald punt ook al, dat echt zo, piekpandemie, was ik ook wel gewoon echt. Ja, joh, je wist niet wat de fuck er aan de hand was. Hè? Dus ik was wel even echt bang ook gewoon. En ook mm -hmm. bang van, van elke soort menselijk contact. Uh, ik ben blij dat dat terug is, want ik heb het wel gewoon gemist. En het, allee, ik vond dat allee, het hele, hele stomste voorbeeld. Maar iemand nieuw leren kennen en zeggen aangenaam. En zo van op twee meter afstand knikken. Ja, fuck dat Dus ik ben blij dat ik nu gewoon terug al iets maar een vuistje kan geven. Uh, nee, maar dat is... Pak fijner. Ik uh, ben sowieso al geen fan van zo... Sociaal zijn tegen mensen of zo, mm -hmm. zelfs voor de maskers. Maar nu, ja, als je zo gewoon een kniksje en een goeie dag kunt zeggen aan een mens in een situatie, dat, dat maakt het gewoon leefbaarder of zo, snap je? Ja. Maar nu, het is, mensen zijn nog asocialer geworden. Hij zegt Ik houd de deur open voor iemand die zegt gewoon niks, zo, snap je? Allee, als je voor mij de deur open houdt, ik ga zeggen: hey, merci. Denk je, uh, denk, denk je dat dat door corona komt? Ja, omdat mensen zo zijn Want aan ah, mijn lach is toch bijna onzichtbaar, dus dan kan ik even gewoon mm. niet lachen of zo. Of ja. misschien lachen ze wel en ziet je het gewoon niet. Dat, kan ja. maar, uh, dat is mijn probleem in het begin geweest. Dat ik, dacht, dat ik zo naar mensen lachte en dat ik dacht van, oh shit, dat lijkt echt alsof ik gewoon lang kijk. Ja. Dat maar je zo niet zie. Mensen zijn niet. ook snel geïntimideerd of zo. Allee, als ja. je zo zeker in België ook gewoon. Allee, ja, ah, maar sowieso, maar dat is geen, geen geheim, dat is niks met de pandemie te maken, denk ik. Nee, dat klopt. Heb jij nog doelen? Ik wist dat deze vraag ging komen. <laughs> echt? <Ja. laughs> ik wist dat niet eens. <laughs> ik was echt zo van: <laughs> ze gaan zo, ze gaan... zo. Ja? <laughs> precies zo, de big company. Uh, nee. Heel de crew. Ja, heel de, de, de crew. De What's up, bro? <laughs> <laughs> niks. Ja. Nee, uh, ja, ik, had wel, ik had wel verwacht dat er zo'n vraag ik ging ja. komen, maar ja, vorige keer heb je die ook gesteld en ja. Het antwoord blijft gewoon een beetje hetzelfde van ja, dat ik niet echt iemand ben die per se echt doelen stelt of zo. Die mm -hmm. denk ik daar niet in geloof. Hè. als dat voor u werkt is dat super functioneel, maar ik ben eerder gewoon zo van... Ik ben nu aan het doen wat ik doe en de filosofie achter wat ik doe is gewoon van skaten en naar buiten gaan en mensen te motiveren om naar buiten te gaan. Mm -hmm. En daar hoeft geen gigantisch project aan vast te hangen of zo, snap je? Het is gewoon ja. een documentatie van mijn leven en proberen om mensen te inspireren ja. om ook zo'n shit te gaan doen. Maar als je zegt van doelen, ja. Ik, ik zou wel nog wel willen focussen op kleding en zo. Okay. Zeker uh, zo broeken in de toekomst. Gewoon, ja. De kleding die ik zelf draag, gewoon. Yeah. Dat laten maken. Want ja, dat is gewoon handig, handigste. Van die goede skatebroeken en zo. En ja, met de boards, dat zou ik ook nog wel verder mm -hmm. willen uitbouwen. Wanneer start jij je skatewinkel? <laughs> <laughs> ik ja, heb je dat de Jamie's ook gevraagd. Ja, skatewinkel? <laughs> ik weet niet, man. Dat is echt heftig, hoor. Al mm. ja, ik zeg het, ja, Jones uh, van de tweets. Dat was mijn eerste sponsor bij het skaten. Mm. Die, uh, ja, dat is mijn tweede papa, snap je? Yeah. Maar die gast, ja, die, die kan niet even gewoon weggaan, snap je? Mm -hmm. Je hangt vast aan die shop. Heel yeah. zijn leven is gewoon die shop. En dat is super cool, hè, want dat is, dat is iets wat je heel graag doet. Maar ik denk niet dat ik zou willen vasthangen aan, aan een winkel of zo, yeah. snap Dus misschien online en gewoon? Ja, online sowieso. Online en pop-up stores. Pop-up store hier en, jij, en daar kan wel. jij, Rob en Acid, gewoon samen een pop-up store doen. Er nee, ja. is toch geen skater die dat niet nice zou vinden? Ja, wow, nee, wauw. Dat... <laughs> maar ik denk gewoon dat dat cool nee, nee, zou zijn. Sowieso, dat zou fucking nice zijn. Nee. Dat zou echt super nice zijn. Wat dat jij nu ja. zegt van ik wil kleding maken die ik zelf ook zou dragen, dat is de reden dat ik nu al even geen merch heb gedropt. Omdat ik zo aan het uitzoeken ben van wat kan ik op de markt brengen, dat niet, waar dat niet mijn gezicht op moet staan. Mm -hmm. Wat ik wel gewoon zelf zou dragen, want ik zou niets dragen waar mijn eigen gezicht op staat of dat te hard gelinkt is aan wat ik doe, is dat ik nice vind, um, niet te ingewikkeld. Daar dus ben ik echt al lang naar op zoek. En dan komt nog heel het gedoe van fucking logistieke zever en de juiste suppliers vinden. Ja, 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 ja. Zien dat dat allemaal op tijd verzonnen is en kwalitatief is en shit. Je kent het. <laughs> Ik nee, ben wel man. benieuwd bij de volgende kleren erop, want ja, ik heb nu bij de planken erop alles zelf gedaan. Ja. En voor had ik dat ook zo mijn extern bedrijf gedaan. Mm. Ja. En vorige keer moest ik dat ook niet inhouden. Hè. Nee, nee, moet wel niet. Dus <laughs> ik, ik ging hem inhouden en ik was ik van, oh nee, ik ga hem gewoon Whatever, laten. fuck it. Want ik was aan het flexen, ik kon boeren voor ik. Juist. Nee, uh, wacht even, wat was ik aan het zeggen? Over uh, de volgende kleren erop. Ja, uh, gewoon ja, kleren dat ik dat in het verleden mijn een, een bedrijf had gedaan, maar dan nu die planken zo... Alles zelf gedaan. Dat is eigenlijk wel leuker. snapte. Ja. Want je doet het zo gewoon zelf. Je bent zo zelf op je grind gewoon je eigen dingen aan het doen. En ja, voor de kleren, dan zal dat misschien wel iets meer zijn. Kan dat wel eens veel werk zijn. Dus mm -hmm. daarvoor ben ik wel nog benieuwd. Om echt zo in een factory mode te gaan. Zeg. Ja, Ik heb je wel veel zien uh, zelf ook op de post doen. Bent je ooit zelf plankje gaan afgeven? Persoonlijk aan iemand thuis? Of niet? Uh, nee, eigenlijk nog niet. Ik zou dat wel een keer willen doen of zo. Maar... Ja, dat is een nice. Dus, ja. Ik heb dan een bepaald gedaan met shirts. Um, That, by the way, dat was ook nog wel iets wat ik zelf draag. Het is niet dat alle merch dat ik gedropt heb, dat ik dat niet zelf zou dragen. Dat is juist de reden dat ik nu zo aan het zoeken ben, want ik wil niet op alles gewoon terug WTF kletsen. Vond ik vond wel nog een nice T-shirt. Ja, maar ik, ik ook. Soms. Maar ik wil dat zo niet de rest van mijn. Dat dat de rest van mijn leven alweer. Dat is eigenlijk ook simpel. Ja. Dus. Yeah. Ik wil zo. Dat was ja, nog wel eens doen op, op verschillende soorten truien. Maar uh, ik wil niet dat enkel what the fuck is. Ik wil zo andere shit zoeken. Ja. Yeah. Ik, ik weet niet, misschien moet ik dat bliepen, maar ik ga. Uh, droppen. Ja, nee. Dat past wel uh, bij de vibe van uh, ja, de podcast. Ja, het, het is ook mijn Gossip Guy logo erop. Ja, ja, ja. Ik ben op zoek naar iets dat zo wel past bij de shit dat hier gebeurt. Ja, Dat ja. vind ik een goede man. Alright, cool. The stamp of Approval. <laughs> ik zal er geen op stoeren. je Approved. Ja. Yeah. Uh, <laughs> ik wil iets doen, man. Ik heb uh, oh. deze shit happens kaarten. Oké. Okay. Dus eigenlijk creëert je gewoon dilemma's. Um, nou, dat dus is toevallig, ik was gisteren nog dilemma's met maten in de auto, want. Uh, Oké. Okay. Aan, aan het lezen. Wat is, een, uh, wat is een dilemma's die jullie gedaan hebben? Uh, wacht, ik me even... Mijn brein... Ja, zo'n <laughs> dingen als... Uh, doof en geen armen of blind en geen benen. Oh, fuck. Ja. Yeah. Doof en geen armen of blind en geen benen. Nee, nee, het was doof en geen benen en blind en geen armen. Dat was het. Dat is nog erger. Fuck, dat vind je moeilijker, hè, Want ik denk... Ach, ja, doof en geen benen ik zou ja ik denk dat nee. doof en geen benen is de combo ja of blind en geen armen Dan denk ik eerder blind en geen armen ja niet kunnen zien is, ja. bro niet kunnen ja het ding is ja geluid is sowieso heel, heel geeft je wel echt een gevoel van ja. van comfort of zo of dat je ergens zit zo ja. terwijl dat zicht het zou kunnen dat je zo naar een scherm kijkt of zo, als je mm. snapt wat ik bedoel. Ja. Terwijl, ja, geluid dat kan ook gewoon uit de gsm komen. Maar ik weet niet zo, ja. Geluid is wel zo nog meer. Uh, echt zo'n gevoel dat je ergens bent, zo, mm. snap je? Als je niks hoort, is dat wel zo van. Ja, als maar je ik, niks ziet. Man. Maar ik ben wel maf afhankelijk van mijn zicht, man. Ja, sowieso. Ik echt. Denk, yo, ik, ik, mijn neus werkt al amper. Ik heb de <laughs> één neusget waar er niet eens lucht door komt. Dus als de andere verstopt is, werkt ja, dat niet. dat is kloot, mijn, uh, ja mijn gehoor ah water komt echt door de... ik heb maar ik heb ook de helft van het jaar heb ik stofallergie en uh, hooikoorts. dus ik, mijn neus is waardeloos het brengt alleen maar problemen met zich mee ja. mijn gehoor is nog oké okay, maar mijn gehoor is niet genoeg maar mijn zicht ben ik super afhankelijk van ook ja. met editen en al, al, ja, al, al heel veel van de dingen die ik doe zijn keihard visueel sowieso dus ik denk dat ik van mijn zicht misschien ook het meest fuck ik, hoe dan ook, kan ik de shit die ik nu doe, niet meer doen. Hey, comment below wat jullie zouden kiezen. Ja, laat weten wat je zou doen. <laughs> dus, uh, wat is het? doof? Wat is nu uiteindelijk het... Uh, Wacht, daar, het is... Moet ik het weer... Uh... <laughs> nog eens opnieuw. Doof en geen benen. Mm -hmm. Of blind en geen armen. Doof en geen benen. Of blind en geen armen. Choose benen. below. Top. Ik heb het ook op Spotify zitten. Daar kun je zo tegenwoordig van die polls doen. Ah, echt? Ja, dat is enkel nee. op Spotify. Dus oh, dat is wel nog cool. Mensen die audio-only luisteren, stem Een mee. Interaction op de app. Ja. Yeah. <laughs> vind ik nice um, uit ik heb hier dus een paar yes. die zijn altijd wel heftigse ik heb echt al veel moeten skippen om die te is dat van dingen te doen of gewoon nee nee je moet niets ah, okay. doen is zegt so. gewoon wat zou je doen ik zit er goed <laughs> ja dus oftewel moet je een niersteen uitpissen uh -huh. of je eet donuts of, of je eet een donut en er zit geen uh, vulling in dat is gewoon schimmel voor elke donut dat je eet voor de komende paar jaren. Oké, okay, dus ofwel een hier zijn uitpissen, ofwel ja. ranzige donuts. Fred, ja. Of nee, pak, pak dat, je om de, dat je om de zoveel tijd een donut hebt waar Simon in zit. Dus je kunt nooit meer gerust donuts nee. eten. Ik zou sowieso geen donuts eten, maar ik... I'll go with you. <laughs> ik eet graag croissants. Oké, okay, pak dat een croissant met want Je ziet om zo zot, uh, Ja, ik zou sowieso in een niersteen gaan. Mm -hmm. Want ja, je pist hem uit. Even strijden. Maar dan is hem eruit. En dan heb je het ook eens meegemaakt, hè. Zo so fucked gewoon. Dat is ook gewoon goed voor je pijngrens, strijden. <laughs> Jij bent wel zo goed met opbouwen van pijngrenzen in het immuunsysteem. Ja, snap je? Ik, ik zie problemen eerder gewoon als iets is. snap je? Uit problemen kun je leren. Dus mm. het, zou, het zou jammer zijn... Ah, jammer. Het is niet altijd een goede keuze om een probleem te ontwijken ofzo. Als je het kunt ontwijken, doe het. Maar if it's inevitable en als het uiteindelijk toch komt, dan kun je het beter ja, right. accepteren en inderdaad proberen leren, zeker. En de camera is doe het. Ik zie het, die komt gewoon terug opnieuw. We zijn gewoon nog uh, audio wel aan het opnemen. Het is uh, gebeurd. Ik denk dat we al een half uur aan het praten zijn. Ah, right. Ja. Dus jij denkt, what doesn't kill you, make you makes you stronger? Exact. Yeah? Zeker weten. Echt? Ja, ja sowieso. Oké, okay. cool. Echt, sowieso. Good to know. Ik denk alle, alle vaardigheden dat ik. Vandaag heb niet dat, dat er heel veel zijn, <laughs> uh, douchen. <laughs> ik kan ondertussen. Die heb ik te danken aan, uh, aan de fouten die ik gemaakt heb, en dat geldt voor iedereen ook. Hè? Allee, alles, heel veel dingen die dat je vandaag kunt, kun je omdat je eerst iets fout hebt gedaan, of eerst een ja. probleem daarmee hebt gehad en daaruit je gaat moet leren. Klopt zo. Want gezegd, uh, dat gezegde komt niet alleen neer op, op echt fysieke problemen of, of dingen dat je hebt meegemaakt, maar ik denk dat, dat ook gewoon. Fouten maken en op je bek gaan is gewoon zo'n groot deel van het leerproces. Kijk, Super, joh. Want ik heb dat. Veel van de dingen die ik tegenwoordig weet of mee bezig zijn, ben, komen neer op social media en content maken. Ik heb zoveel fouten gemaakt, al is het in het editingproces of, of het verwoorden van bepaalde dingen, dat ik gewoon al heb geleerd, uitgeleerd mm -hmm. heb. De hele dat ik, dat ik nu wel iets of wat weet hoe ik bijvoorbeeld een podcast in moet steken, is gewoon puur omdat. Ik zoveel dingen heb gedaan die zo fucking fout zijn gegaan. En het lijkt soms alsof bepaalde dingen constant werken, maar ik heb zoveel projecten gedaan die gefaald zijn. Bijvoorbeeld een bepaald ik dat ik een, een, een dagelijkse vlog reeks, dat gewoon zwaar gefaald is, maar ik, niemand praat er nog over, omdat er gewoon niemand naar gekeken oh, wow. heeft. Ik hoop dat je dat hoort. Sorry dat ik Holy hoort. shit, dat was, dat was dat stevig. Laat, ja. sorry, ik hoop dat ik niet sorry, te veel over je praat. <laughs> nee, nee, dat was inderdaad. Stevig. Damn, bro. maar ik denk, ja, als je een microfoon daar misschien heb ik nog wel in zitten wacht. Oh shit, man. Ja, dat is niet zo gezond, denk ik. Man. Dat is volgens mij echt fucked. <laughs> maar, ik, maar dat doe jij wel deugd, maar sorry, praat nee, verder. Nee, want ik heb Het onderbroken. komt erop neer... Ik, ik ben al projecten. zoveel op mijn bek gegaan en geleerd eruit. Want ik was dagelijks aan het vloggen op een bepaald punt. Uh, dat was shitty, want ik maakte, ik maakte... In het begin van de pandemie maakte ik vlogs van een minuut of minder. Ja. dat was mijn ding op YouTube op dat moment dat was ik sowieso aan het zien van wat kan ik want mijn vrienden waren er niet waar ik meestal mijn video's mee maakte dus ik maakte video's aan een minuut maar een jaar later uh, rolt YouTube dan YouTube Shorts uit dus als ik nee. dat gewoon een jaar later had gedaan op Shorts nee. had ik misschien nu ergens anders gestaan zetten maar uh, op die manier heb ik wel geleerd om een verhaal te vertellen in weinig tijd wat dat dan voor TikTok en YouTube Shorts Reels allemaal wel gewoon handig was um, dus ja uiteindelijk wel gewoon, heeft dat wel gewoon geholpen ja, sowieso. Allee. Ik heb eruit geleerd. Dus dat is het belangrijkste. Heb je, kun je dat alleen met je nek? Kun je verschillende plekken. Maar of ik ga niet kraken, daarmee ik de nek ook even nemen. Maar ik kan tegenwoordig ook in mijn elleboog. Wat de kak! Echt hè? Nee, die had ik al gedaan. Maar ja, dat komt omdat ik. Wat de kak! Ja, ik weet het niet, bro. Maar... <laughs> <laughs> het gaat niet goed met mij. Kimmy <laughs> <laughs> me <out> Hariger. <laughs> New skill and luck. Klinkt twice. Hè? Nee, ja, gewoon. Uh, ja, kraken, ja, dat is zalig hè. Nee, ja. dat is ook mijn filosofie in mijn enkel. Als ik zo... Fuck <laughs> man, dat blijft komen. Als ik ergens last van heb mm -hmm. en dat kraakt, dan doet dat yeah. zo'n beetje deugd of zo. Yeah, als mijn, als ik mijn enkel omsla, vanaf dat die begint te knakken, dan weet ik dat dat zo aan het herstellen is yeah. of zo. Want anders, als dat niet knakt, ja, dan, dan zit er geen motion in of zo. Ja, dat zit zo vast Wat een the... gaadig gebaat je moeten uh, opnemen. Ja, <laughs> dat is een stevige... <laughs> nee, uh, maar ja, de skaten natuurlijk ook. Nee, maar I feel you daar wel, zo ik heb ook, maar ik krijg mijn eigen shit ook wel, maar als ik andere mensen dat houd doen, dan, denk ik van, wow, dan voel ik me raar. Ik weet niet hoe dat komt. wel dezelfde manier dat ik niet bang ben van mijn eigen bloed, maar als ik andere mensen een spuit in krijgen of, of bloed laat trekken. Hoe, ja, Echt of uh, wat? I don't like that shit. Yeah. Ja, ik vind spuiten ook wel een beetje vies. Allee, gewoon om te krijgen zo. Maar hmm. sinds de vaccins ben ja. ik er zo wakker gewend. Exact, exact. Die drempel is voor mij ook gewoon volledig. Allee, ja. Dat, dat is geen drempel meer. Dat is nu zo. Vroeger iets, was ik ook wel echt zo van naalden. Ja, dat is wel nog, maar nu bloed trekken, laten trekken, dat vind ik nog steeds wel. Ja. Dat ken ik gewoon moeilijk aan. Dat ik wil voel, dat graag je doen. voelt dat ook al zo'n beetje, hè? dat is een ja. beetje heftig. Hè? Maar ja, dat is, je, kunt er wel heel, <coughs> je kunt er wel heel veel mensen mee helpen als je bloed gaat uh, doneren. Mijn zus doet dat heel vaak. Uh, mm -hmm. Maar ja, ik zou dat ook eens van vaker moeten doen. Het is dus blijkbaar ook gezond. Oké. Okay. Opnieuw, dat iemand <laughs> op systeem dat heeft horst, Tony Horst, heeft uh, mij dat gisteren verteld eigenlijk. Dat is hij heeft gezegd dan dat het gezond is om bloed te trekken, omdat je lichaam dan eigenlijk geconditioneerd wordt, net zoals bij je immuunsysteem, om eigenlijk met minder bloed te moeten doen en je bloed aanmaken te maken, een beetje te versnellen. Het ja, is eigenlijk opnieuw ja. redelijk logisch, snap je? Dat is opnieuw zo van jezelf voor een probleem stellen om er dan ja. sterker uit te komen. Ja. Dus... Ja, dat is ja. net zoals wat ik ook zoiets ik gezien had van Jordan Peterson. Niet dat ik die zijn views uh, volg of zo. Ja, politieke voorkeur, niet per dat? Se, ja. Nee, echt niet, maar gewoon... Ik, ik bekijk wel sommige mensen, want... Ik ben niet altijd van mening dat mensen die een bepaalde politieke voorkeur hebben, waar ik niet mee akkoord ga, dat die geen andere intelligente ja, dingen zouden kunnen doen. dat die per se zeggen. dom zijn. Ja. Absoluut niet. Maar um, die had iets gezegd over van dat het zo ergens problematisch is. Van dat de, jeugd van, de, de ouders van tegenwoordig hebben pas kinderen hebben op hun dertig of zo. Mm -hmm. Wat dat, dat klinkt positief, want ik ben ook zo van: ja, ik wil ook pas kinderen als ik volledig economisch stabiel ben en, en perfect voor dat kind kan zorgen. Mm -hmm. snap je? En dat is, dat is een, een, een goede gedachtegang, maar het probleem daarachter is dat kinderen nu in zo'n veilige en vertrouwde omgeving opgroeien, waardoor dat ze niet in aanraking komen met. met de ouders die even geen eten op tafel kunnen zetten, of de ouders die even dit niet kunnen betalen of even dit, dit niet hebben. Snap je, die, die krijgen niet alles wat dat ze willen, mm -hmm. waardoor dat ze zelf eigenlijk op zoek gaan moeten gaan naar oplossingen. Ja. En, en dat is gewoon goed voor je problem-solving over het algemeen, als je als opgroeit als een kind, denk ik. Maar um, ja, dat is opnieuw dat ding van voor dat probleem gesteld worden om, om er sterker uh, uit te komen. Dus ja. dat, wel, dat vond ik wel interessant. Toen was ik zo'n duim, moet ik dan ook zo binnen een paar jaar al kinderen gaan hebben. <laughs> Yo. Maar uh, nee, nee, dat is echt nog niet het plan. Nee. Maar uh, ja, er, er is wel iets voor of, te zeggen, je dat. Ik vind ook wel een interessante gedachtegang. Want inderdaad, ja, je wilt uiteindelijk het beste voor je kinderen. Je wilt die zo veilig mogelijk doen opgroeien. Maar er is zoveel te leren in af en toe fouten maken of dingen op je bek gaan of, of dingen niet hebben. Waar je zelf voor zult moeten werken of, of oplossingen moet zoeken. Keihard. Uh, want ikzelf ben echt... Eigenlijk, als, ik, als ik tegenover vergelijk met anderen ben ik echt nog wel verwend geweest. Ik heb heel weinig echt moeilijke periodes gekend al in mijn leven. Dus ja, ik ken veel ja, mensen het die veel al, meer hun plan kunnen trekken. Wij hebben nog nooit honger gekend, snap je? Echte honger. Ja. Dat... Er zijn veel mensen die veel beter in plan kunnen trekken dan ik zelf. Maar je als hebt... je daar bewust van bent, dat is al een heel grote stap, snap je? Ja. Dat is het belangrijkste, want dan kun je daar, kun je daar aan werken. Hè? Maar... Maar ik ben ook echt al verwend hoor, maar op sommige vlakken mm -hmm. Op Sommige vlakken dan zo weer helemaal niet. Alleen ik ben eigenlijk al tevreden met hoe mijn ouders mij hebben opgevoed. Buiten van de twee. naar iedereen dat weet. <laughs> ja, ik ben ik ben wel gewoon. Ik ben ook heel denkbaar over mijn opvoeding. Man, fucking hell. En dat is. En mij zowel wel ook gewoon genoeg vrijheid gegeven om zelf dingen te leren. Zelf, dat, ik heb nooit zo super strenge. Mijn ouders zijn nooit super streng geweest op het vlak van. Um, Feest en zeker op dat uur thuiskomen. Ik heb dat zo zelf kunnen aanvoelen. Um, en, ja, misschien is het gewoon dat echt alcohol gewoon niet mijn ding is, dat ik daar nog iets makkelijker in ben geweest. Maar ja. mijn ouders hebben mij de vrijheid gegeven om zelf uit te zoeken wat dat oké okay was, in een way ook. En wat dat ik nice, so nice. vond. Wat dat, um, maar dat is ook goed, snap je dat? Hetzelfde met mijn, met mijn studies. Hè? Mijn ouders hebben mij al die video's laten maken uh, en hebben we wel zoveel tijd gezegd van als je over een paar jaar geen studiepunten meer hebt, je uw schuld, man. Uh, dus, en er is fucking gelijk in. Ik, ik, ik ben ook veel. Ik heb wel op een bepaald punt mijn aandacht wel, ook terug naar studies. Um, doordat ze wel. Ay, ik, ik heb gewoon minder vakken opgenomen. Maar ik ben wel verantwoordelijker bezig terug met dat soort dingen. Ja. Gewoon omdat ik zelf heb geleerd: van oh shit. Als ik was. Ja, je moet zien ik hoe ik heb belangrijk mogen, dat je het ook vindt. Hè. Ja, natuurlijk. Ja, ja, maar ik heb niet meer mogen verder studeren aan de KU Leuven. omdat ik ...mijn studiepunten daar verneukt had. Ja. Ehm... Um, een je nieuwe studiepunten op andere faculteiten? Ja. Oe, andere ja, nee, niet, niet aan mijn studiepunten, maar anders... Ik, ...ik had een bepaald percentage studie-efficiëntie niet Ja, gehaald. dat ik ook. Oe, dat, ik mijn, uh, dat ik mijn vak niet... Allee, mijn richting niet opnieuw mocht doen, wat ik eigenlijk echt heel belachelijk vind. Ja. Oe, zo... je mocht je een richting niet opnieuw doen. Ja. Al, als je daar... ...als je een moeilijk jaar achter de rug gehad hebt ofzo. Ja. Dat is gewoon wild. Anyway, ik heb ook, bij mij was dat niet per se moeilijk dus om te ik dacht dat video's maken leuk was. Ja, snap je Ja, bro, allee, dus, dat is wat je doet. Dat is dus niet zomaar video's maken. Allee. Ja, ja, ja maar maakt, op, dat dat wel, shit, dus dan... op dat moment was dat wel. Op dat moment was dat wel. Als ik heel maar, ben, ik was gewoon vlogs aan het maken. Dat was de, was de leuk. journey voor nu hier te zijn, snap je? I guess zo so. Ja, ik mag wel niet klagen, maar pff, dat zijn wel dingen die ik geleerd heb. Ook, want ik, ik besefte echt... Over dat verwend zijn en zo. Ik heb echt mijn hele leven opgeruid, ben ik in een bubbel. Hè? Ik heb echt in een school van, van 100 man, was mijn lagere school, dan geupgraded naar een schooltje van 200, 300 man. Om dan in Leuven te gaan studeren, waar eigenlijk gewoon alle mensen van mijn middelbaar ook zaten. Dus dat ja. was echt, ik heb heel mijn leven in diezelfde bubbel gewoond. Ja, dus ik was eigenlijk echt wel. blij dat ik naar Brussel ging, <coughs> na, omdat ik aan KU Leuven dus uh, niet mijn richting meer verder kon doen. Omdat ik daar gewoon zoveel nieuwe mensen heb leren kennen en nice. andere dingen heb. Gedaan dan dat ik in Leuven zou doen. Dus dat was cool. Anyway, je hebt het over uh, kinderen, is nog niet aan de orde voor u. <laughs> een kleine sessie. Ja, want je bent nu hoe oud? Uh, ik ben 23. 23. Dat is oh, ja. toch wel redelijk oud, hè? Ja. Mensen schatten mij nog steeds 16. <lacht> <lacht> dat dat vind echt ik fuck fucked. Top. Het feit dat er mensen, niet zoveel ouder dan ons, 25, wel gewoon trouwen, een ja, ja. huis kopen. Dat soort dingen, dat maakt mij uit. is een ander leven, hè, bro? Ja. En daar is, daar is niks mis mee. Maar nee, mijn, nee klopt, maar dat maakt me nou wel gewoon soms bang dat nee. ik denk: van, holy fuck, is dit nu waar ik over twee jaar sta? Want ja, daar ben de... ik gewoon echt niet in de verse ik niet klaar voor. Nee, sowieso niet, ik <laughs> ook niet. Maar allee, daar zit helemaal geen haast achter, achter mm. of zo. Wij we worden, worden gewoon vaak een lange tijd getraind om te denken van dat je een bepaald traject moet volgen dat je. Ja middelbaar, dan unief gaan studeren, een goede job, dat je voldoende verdient, een 9 to 5 in de avond een keer gaan squashen met een dergelijks. snap je? <laughs> dat is ja, accuraat wel. Ja, ja, ja <laughs> dus, daar, daar is niks mis mee, want dat is een stabiel mm. leven en dat, 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 is, dat is heel nice voor sommige mensen. Maar er is ook helemaal niks mis mee als je kiest om dat pad niet te volgen en dat je pas kinderen wilt op je 35, zeg maar. Mm. Allee, dus, ja. jij doet wat jij wilt, snap je? Zolang dat jij andere mensen blijft respecteren, dan, mm. dan is dat nog altijd gewoon je eigen, je eigen keus. Want daar komt het eigenlijk gewoon altijd op neer. Hè. Respect is echt wel ja. een van de meest belangrijke pilaren van, van ja, sociale omgang met mensen mm. en zo. Gewoon. Wees geen eikel. Ja. Dat is mijn motto. <laughs> Wees geen eikel. Komt op neer. Plain en simpel. Mm. Ja. Ik, ik heb ook heel lang zo heel veel dingen niet in vraag gesteld. En Bijvoorbeeld dat je zegt, zo het, het pad dat al een beetje uitgestippeld is, dat ja gewoon ook safe is in a way. <laughs> de flip phone. <laughs> ja. uh, dat je zo, inderdaad, dat er van je verwacht wordt, oké, okay, goed studeren, want dan kun je naar een goede hoger onderwijs, om daar dan de beste punten te halen, om dan te gaan werken, om dan... Je hogerop te werken op die, op die ladder. Ja, voilà, en ik denk dat is de fucking... Pad. Ik denk dat dat is nice. Ik bedoel, ik denk gewoon dat, dat dat voelt voor mij als een soort leidraad. Een soort houvast dat je kunt volgen totdat je ook misschien denkt van, ah, ik wil eigenlijk dat doen. En dat je dan je eigen weg kunt wandelen. Ja, het, die... het is zeker een uh, goede backup. Ook ja. gewoon voor, voor ja, so social acceptance. Gewoon, allee, als mensen zien dat je dat pad volgt, dan ben je ook... Mm. Sowieso een oké okay persoon in veel mensen in de ogen. Ja, zo, ja, zo het afwijken van de norm wordt zo vaak snel gezien als iets zo'n. Van... Maar dat is, een, dat is een combinatie van veel dingen, snap je? Dat is... Denk je dat je ooit een 9-to-5 gaat doen? Want je bent nu, ik ook, hè, we zitten echt in een fucking luxe positie. Het feit dat wij in deze tijd in België geboren zijn en content maken leuk vinden. Er is, want zelfs als wij nu in een ander land geboren zouden zijn, in Nederland. Oké, okay, misschien dat we daar ook een kans zouden maken, maar daar is al, dat staat al zoveel verder. Het feit dat wij een paar van de grotere YouTubers in België zijn, zo gezegd, dat is echt een luxe positie. Ja, ja. En wij kunnen daar nu van profiteren, omdat wij one of few zijn. En dat wij daar, dat als ze campagnes hebben, dat ze bij ons terechtkomen, als er uh, merchandise verkocht is, dat er gewoon maar drie, vier mensen zijn dat er merchandise überhaupt verkopen. We hebben heel veel geluk daar. Denk je dat je de rest van je leven deze dingen gaat kunnen doen, hoe schet je daar een beetje in? Of denk je dat je ooit op een bepaald punt wel een 9-to-5 zult doen? Ik denk dat het nu sowieso moeilijker zou zijn. Maar ja. ik, heb, ik heb twee jaar gewerkt. Hè. Ja. Toen ik gestopt was met mijn middelbare, op mijn 18, mm. heb ik twee jaar in de horeca gewerkt. Schies. En dat was eerder een 9-to-9. Uh, <laughs> ja, ik werkte toen uh, gemiddeld 60, 70 uur per week of zo. Stevig. Maar dat was horeca en dat was ook veel nachtclub en zo. Dus dat was wel mm. gewoon... Strijden, maar ik vond dat ook gewoon fucking nice, snap je? Om zo echt hard, hard, hard te werken. Mm -hmm. Maar uh, ja, om dat nu opnieuw te doen, dat zou je sowieso wel wennen zijn. Maar allee, voor mij, ja, het ideale leven is gewoon dat ik kan doen wat dat ik nu doe en daar gewoon van alles rond uitbouwen. Dus, mm -hmm. Snap je? Maar zo'n 9 5 ja, ik, zou niet, ik denk niet dat ik snel voor een baas zou willen werken. Niet qua koppigheid of zo, maar je maakt gewoon iemand anders rijk, terwijl jij je kostbare tijd en creativiteit daarin steekt. Snap je? Okay. Ik zou liever gewoon iets doen waar ik dan minder geld mee verdien, zelfs. Mm -hmm. Maar dat wel een soort van een proces is om aan mezelf te werken op welk vlak dan ook. Al is het Spaans leren, of mandjes vlechten, of skateboards maken. Allee, snapte je? Gewoon wat dan ook. Maar zolang dat dan maar een bijdrage, een positieve bijdrage heeft aan mijn ontwikkeling als persoon. Cool. eerder dan... Gewoon een brain Dead 9-to-5. Als accountant, 5.000 euro de maand, Ik zeg maar, ik zie niet dat hij zoveel verdienen Maar <laughs> ik zeg maar, een goed dik loon, snapte. Mm -hmm. En uiteindelijk gewoon papagaaiwerk doen, snapte. Dat je jezelf niet meer... Je blijft een beetje steken dan, op een of andere op een manier, snapte. Ja. Want je groeit niet meer als persoon. En ik denk dat het beter is om dan op je eigen shit te doen, mm -hmm. of zo. Goh, ik denk dat ja, waar het er ongetwijfeld ook mensen zijn die gewoon accountant als een droomjob hebben. Ja, en dag, daar is niks mis mee, maar niet... In dat ben ik, ja, ik misschien weet. ook gewoon, omdat ik ook wel zo gewoon iets heb van dat ik mezelf altijd wil verbeteren. Dat is mm. misschien niet altijd nodig of zo, nee. snap je? Goh, ja. ja, ik denk dat er... Ik weet niet, ik vind niet dat... Niet dat leuk. het altijd lukt om mij te verbeteren, zeg maar. <laughs> denk je er ooit over na dat je misschien nu aan het pieken bent? Want... Nieuw leven. Ah, zo. Ik heb er al over nagedacht bij mij. Dus... Ik zie het nu daar niet van in. Nee. Ah ja, zolang dat je ervan geniet. Ja. Tuurlijk, maar ik ben, het is niet dat ik constante stress heb, maar soms kijk ik naar dingen die ik afgelopen tijd heb mogen doen. En denk ik van: holy fuck, what the fuck was dat eigenlijk? Hoe sick is dat? Ja, ja. Was dit het hoogtepunt? Dat kan gewoon. Dat kan zeker, en maar. Het is geen hoogtepunt. Het hoogtepunt is ook dat je het zelf bekijkt, snap je? Mm -hmm. Je creëert zelf je geluk, dus mm -hmm. jij bepaalt eigenlijk wat dat voor je hoogtepunt is, snap je? Je moet gewoon zien waar dat je prioriteiten liggen. Ja. En uiteindelijk zullen, als jij je goed gedraagt en goed leert, zullen er normaal gezien ook wel dingen dan op je pad blijven komen mm. op een manier. Maar gewoon sowieso, ja, tijd, over het algemeen... Allee, als, als ik dan zo besef van hoe oud ik eigenlijk wel al niet ben, dan ben ik ook zo van, wow, ik ben echt wel 23, snap je? Ja. Vroeger, dat was zo van 23. Nu is dat zo ja. van, ja, ik ben 23. Maar ik ben zo van, ik sta daar niet te veel bij stil, want ik heb zoiets van... Het is niet, ik ben niet zo van, oh fuck, ik ben al zo oud. Oh, wat ah, moet ik nee. doen? Want dat levert niks op, snapte? Mm. Zolang dat jij positief bezig bent met wat je aan het doen bent, dan moet je echt niet kijken naar: moet, moet ik nog iets bezig zijn of moet ik nog dit, moet ik nog dat. Zolang dat jij doet wat je graag doet en je kunt ervan leven en je respecteert mm. andere mensen daarmee, dan denk mm. ik dat je daar niet al te veel van moet wakker liggen. Uh. Bij mij is meer, ik heb vaak juist het gevoel van: damn, ik ben nog zo jong. Ik denk vaak van holy fuck, ik ben 22. En kijk, dan kijk ik zo naar dingen die ik al gedaan heb. En ik denk van shit, moet ik nu nog wat is het, 60 jaar ongeveer, misschien, ik weet niet wat dat, hoe dat uiteindelijk zal uitdraaien, moet ik dat nu nog vullen met shit dat hieraan evenwaardig is. Om mij niet om een bepaald punt te voelen van oh shit, dat is het punt dat ik gepiekt heb. Dat is waarschijnlijk mijn grootste angst. Op mijn 50, 60 zeggen van. 2022, beste jaar van mijn leven. Dat dit de piek is, net. Maar daar mogen we echt niet zo over denken. Ja. Ik weet dat dat niet mag, ik weet dat dat als <laughs> ja, heel toxisch is. Maar soms denk ik van, wat, wat als? Wat? Ik denk daar niet constant over na. Maar om zoveel tijd denk ik van, shit, ik mag echt heel vette dingen doen nu. Ik ben er kapot, dankbaar voor. Maar wat als dit nu ineens allemaal weg is over drie jaar? Of dat dat zo. ...geleidelijk aan de weg hebt omdat ik dat zo ineens for granted heb genomen dat ik dat allemaal normaal vond en dat ik er niet meer eh, werk in stak en dat ineens ik op mijn vijftig terugkijk en van wow dat was nogal eens een tijd hè ja, ja. in het lokale café dat ik kan zeggen ik ik toen ik twintig was ik maakte video's en, ja, en dat iedereen zegt van oké okay, ja dat zal wel ja maar je hebt het wel maar gewoon gedaan snap je ja. als, als het geluk eeuwig was ja, dan was het ook minder gelukkig of zo. <laughs> Het is net omdat het zo moeilijk te behouden of te bereiken is soms, dat, dat het net zoveel waard is, denk ik. Maar nee. ik denk sowieso, ja. Het is wat ik daarnet ook zei: van dat je daar gewoon, ja. Je moet daar gewoon niet te veel aan denken, denk ik of zo. Ja. En dankbaar zijn voor wat je nu doet. En misschien kun je dan, stel dat dit dan ook het piekmoment is in je leven. En over. Over een paar jaar beseffen we dat dan van ja, het is, het is dat. Ja. Dan is dat ook weer opnieuw iets om iets uit te leren. je? Mm -hmm. Dus van ja, oké, okay, kut. Was... Ik, uh, ik, ik zat toen op mijn piek mm -hmm. en nu niet meer. Maar dan leert je daarmee omgaan en dan leert je dat misschien accepteren. En wie weet, kun je dan andere mensen inspireren mm -hmm. om dan nu onze vraag vandaag te beantwoorden. Full <laughs> <Vol laughs> circle. Dat? Ja, okay. Okay. ik probeer maar te denken aan nee. een manier waarop dat ja, je dat positief ja. kunt kadreren. Maar. Ik zoek niet per se naar een oplossing hoor. is gewoon van, nee, het Ik vroeg me af of jij er ooit over nagedacht hebt. Want, ja, pff, ja. iets, we zitten in een heel coole periode. Dat wij, het feit dat wij geboren zijn met iets of wat gevoel voor content, is sick, is een blessing in deze tijd in België. Um, en, en soms denk ik hierover, wat als... Wat als ik over 50 jaar moet terugkijken dat dit de beste tijd van mijn leven was? Ik hoop het niet, ik kan mijn best doen om ervoor te zorgen dat dat niet het geval is, maar het kan zomaar zijn. Ja. Anyway. Um, zijn er dan niet dingen waar dat jij soms over piekert? Of ben je echt zo van, dat, dat heeft geen zin? Ja, dat heeft zeker wel zin ergens, maar... Ja... Ik weet niet, ja, gewoon... Blijven doen wat ik doe. <laughs> je moet nee, niet pikkeren, hè? dat moet niet. He? Dat Als je niet... echt zegt: van, ik denk daar niet te veel over na, fuck it, en dat moet ja. allemaal niet. Ik denk gewoon soms te veel na over shit. Het enige waar ik soms wel over nadenk, is, dat ik zo wel zo nog wat meer knopen zou willen doorhakken of zo. Uit. Allee, ik wil wel echt een editor. Uit. Echt al een paar maanden. Maar, maar ja, ik heb het gewoon nog niet gepublished of zo van joh, ik zoek een editor ja, hier <laughs> maar um, ja het is het, het limiteert mij wel in wat ik nu doe dat ik mijn video's zelf moet editen want ja. Ja, je weet ik edit alles op mijn GSM ik mm -hmm. film alles op mijn GSM dat is wel heel chill dat is heel handig en dat is ook wel ergens funny want dat is een soort van een trademark geworden of zo van ja stasje die gewoon op zijn phone edit snap ja. je, het is lach ik heb op weg naar hier heb ik ook een beetje geedit aan de volgende mm -hmm. vlog snapte het is heel handig maar voor één vlog reken ik toch wel zeker twaalf uur geconcentreerd werk van, van montage. En dat is echt veel, snap je? Ja. Als ik een vlog maak, dat is sowieso een hele dag kwijt. Ofwel omdat ik tot kot in de nacht heb zitten editen, ja, die dag in mijn bed liggen ja. daarna, omdat ik moet ja, uitrusten. Ofwel omdat ik gewoon s ochtends vroeg begin tot s avonds laat edit dan. Mm -hmm. En het is moeilijk, want editen is ook gewoon echt een deel van wat dat ik doe. Het is, ik zie dat als een soort van van creatie elke video snap je mm -hmm. het is gewoon ah oh ja hence the, the word content creator <laughs> yeah. maar um, je kunt zoveel persoonlijkheid steken in een edit. exact en als ik dat uit handen moet geven de, ja dan moet ik er ook nog eens tevreden mee zijn en mm -hmm. ja het feit dat je ervoor moet betalen dat is echt nog het minste van allee, snap je yeah. geld boeit me sowieso al niet veel alley je moet jezelf sowieso onderhouden hè? daar niet van allee, ik ben ook wel money minded of zo in de zin van dat ik moet zien dat ik financieel gewoon toekom en dat ik weet waar ik mee bezig ben. Maar het is niet dat ik zo ben van: ik wil zo'n dikke rekening. Snap je? Dat? dat boeit me nee. echt in de knijp. Maar dus ja, voor een editor, dat is wel uh, iets wat ik zou willen doen. Maar ja, het is moeilijk om dat aan iemand anders nee. te geven. Ze. Want gaat hij dan hetzelfde maken? Natuurlijk gaat hij hetzelfde niet maken. Maar, nee. maar dat is inderdaad, joh, daar heb ik het ook met dat over gehad. Dat is kut. Die shit uit handen geven nee, voelt alsof dat je een deel van iets waar jij zo hard aan het gewerkt, dat je dat opgeeft. Ja, klopt. Maar bij deze podcast bijvoorbeeld, toen ik dat net uh, aan Matthias uh, doorgaf, uh, destijds was dat nog Jana, dat voelde voor mij ook alsof dat, dat in een way niet meer volledig mijn podcast was. Snap je? Ja. Ik was producer, uh, host, editor, cameraman, ik was alles. <laughs> en door een deel af te geven voelt die podcast dan net iets minder die van u. Ja. Maar uiteindelijk... Maar bij een podcast lijkt het me wel anders ja, dan bij je vlogs ofzo. Klopt, klopt. Want mijn vlogs heb ik zelf ook nog niet uit handen gegeven. Podcasts maar... zijn ook een vast ramin, weet je. Klopt. Dus, dus dat heb ik wel uit handen kunnen geven. Maar ik denk dat als jij gewoon heel nauw samenwerkt met een editor... Ja. En dat jij echt gewoon de juiste match voor u vindt... Iemand die misschien ook al veel van uw video's heeft gezien... En de, de stijl kent en aanvoelt... Dat jij gewoon ook een, een soort audio library kunt delen of een playlist kunt delen met die persoon. En kunt zeggen: van dit is de muziek waar ik momenteel naar luister. Dat goed zou zijn voor montages. Ik denk dat er wel gewoon iemand rondloopt die de juiste fit is voor u. Ja, sowieso. Er zal iemand zijn. Ik had ja. wel, toen ik net die edit uit handen gaf. En dacht ik echt ik had zo het gevoel dat ik in een van tijd had. Yeah. Dat, ik had zo het gevoel van, ik ben eigenlijk niet ja, dat was aan het is wel gewoon nice. Ik zou echt wel bijna drie video's per week kunnen maken, als ik dan mijn best zou doen. Ja. Oh ja, dan zou ik ook gewoon de hele tijd aan het filmen zijn. Maar ik zou wel realistisch twee video's per week kunnen maken dan. Mm -hmm. en nu is het soms al moeilijk om één video per week uit te krijgen. Ja. Omdat ja... Als jij gewoon kunt puur focussen... Want dat is het ding, er is niemand die je vlog kan filmen. Er zijn heel veel mensen die het zouden kunnen editen, maar er is niemand die... Uw gezicht heeft en kan rondlopen om te skaten. Ik denk dat je gewoon zo moet zien. Wat is werk dat jij kunt uitbesteden? Wat is werk dat jij niet per se moet doen? Ja, ja, ja ik snap wat je bedoelt. Er zijn weinig dood. mensen die op dit kanaal deze microfoon kunnen vaststellen en kunnen praten tegen gasten. Omdat de mensen die hier kijken, hoop ik toch ook in een way geïnteresseerd zijn in mij omdat ik snap omdat dit is iets, iets wat ik heb opgebouwd. Het Zeezo. editen van de podcast, mensen zien niet echt wie het edit. Tenzij, Matthias het nu een foto van zichzelf hier in beeld brengt. Um, maar als je, <laughs> als je <laughs> denkt van, ik moet dit niet doen, denk je dat je het wel gewoon kunt uitbesteden. Ja. Dat is gewoon de juiste match vind. Je kunt een test doen hè, van, nee, yo, kun jij eens een video voor mij editen? En als je zegt van, dit is echt wack, dit durf ik niet uploaden, zo so dat niet. Hè. Er was een editor die mij gestuurd had, maar ik, weet, ik denk dat het misschien ook een jonge gast was of zo. Mm -hmm. Als hij dit ziet, is het naar jou. <laughs> maar uh, ja, die stuurde gewoon van heel beleefd en vriendelijk een mailtje: van joh, uh, hey, uh, zoek jij een editor? Mm -hmm. En ik, uh, ik was gewoon zo: van, hier is mijn nummer, bel me wanneer je tijd hebt en dan spreken we daarover. Ja. Want ja, ik was direct van: let's talk about it. En die uh, heeft nooit meer geantwoord. Oh, ja. Ik denk dat hij misschien een beetje bang was ofzo. Dat hij niet echt goed durfde Of dat hij niet misschien direct verwachtte dat jij ging antwoorden. Nee, voilà. Maar ik vond het wel grappig, want ik had echt de dag zelf nog geantwoord op zijn mail. Ah, ja. En dan had hij daar gewoon ze niet meer op gekeken. <laughs> nee, maar ik denk, joh, als jij gewoon een, een, een story zet van, ik zoek een editor, dat ja, er ook wel gewoon... Ja, zullen er wel mensen komen, maar dan gaat het gewoon zo direct zijn van, wauw, Sashi een editor. Ah, denk je dat de mensen je erop zouden afrekenen? Nee, nee, nee. Dat ze zouden wel, maar ze zijn van... Interesting. Dan gaan mensen wel zo... ...erop letten dat Zeker. de content misschien iets anders denk ik is. denk ik ook wel. Als jij ook gewoon zegt tegen je community van... jou, deze video gaat geëdit worden door deze guy... <laughs> ...laat me weten wat dat je vindt. Big pressure voor hem dan. Maar ja, maar <laughs> des te meer reden om, om... ...dan moet je een goed team zijn. Dan moet ja, de content tuurlijk. die jullie samen maken... ...dan maak je ook duidelijk van... ...ja, ik vertrouw hem... ...en we gaan er samen iets aan proberen te maken. Laat weten wat dat je vindt. Geef desnoods opmerkingen. Is, is, voelt is het dezelfde vibe... Vinden jullie, willen jullie iets anders zien? Nee, je ga gewoon kiezen. Ja, klopt. Ja, het is wel jammer, want InShot, de app die ik gebruik, ja? is echt wel goede updates aan het uitbrengen de laatste tijd. Ja. Want vroeger dan kon ik niet die video. Als ik aan het editen ben, heb je hebt dan je scherm. Hè? Je scherm is zo. Mm -hmm. En dit stuk is maar beeld of zo, een mm -hmm. klein stukje. En. Als je dan aan het editen bent en wil je wilt gewoon even snel een overview kunnen zien, dan moet je het altijd eerst exporteren, om dat dan op fullscreen te kunnen kijken. Ja. Dus ze hebben nu eindelijk een knopje toegevoegd ja. <laughs> tijdens het editen. ook, dat, Dus dat is al ja. chill. Daarnaast hebben ze nu ook zo um, PIP, dus Picture in Picture, dat je kunt uitknippen. Maar dat okay. is fucking ziek, hè. Ik zou u nu dan gewoon kunnen filmen, dat je van daar naar daar wandelt, en mm -hmm. op één seconde knipt hij u uit dat jij alleen... Alleen jij aan het wandelen, oh, shit. en dat kun je overal opplakken gewoon hè, als video. Hè. Dat is What echt the fuck? Insane! Ik had dat getoond aan uh, Milan Kools, uh, de editor van, yeah. uh, van Rob, op de Jamies. Hij was ook zo van wat. <laughs> op de, de nou, tijd dat hij is... hem zou vragen ja, om zoiets te editen. En dat is echt gewoon, dat is wel crazy met zo'n ja, editing tegenwoordig. Ja. Je, zeker op die apps dan gewoon zo met één klein knopje. Zo, wat dat, hij zei: van ja, dat duurt fucking lang normaal om mm -hmm. dat helemaal uit te excuse me, language om oh, dat helemaal uit te knippen. Maar um, ja, dat is wel gewoon nice aan die app, snap je? Die heeft echt wel van die nice shit. En het is ook gewoon funny om zo met zoiets simpel en belachelijk dan toch zo nog goede shit te maken, yeah. snap Bijvoorbeeld, als ik dan zo een, uh, een blur van een face doe, mm -hmm. dan is dat ook zo echt zo voor elke keyframe zoals. wel sleepen, yeah. zo. Ja, ja, ja. Dat is wel lachen. Yo, ja, ja, je bent wel echt ook al lang. De persoon naar waar ik verwijs, als iemand zegt van: Ah, oh, ik heb een dure computer of camera nodig om video's te maken. <laughs> nee, van Nee, Samuel doet echt gewoon voor alles. simpel ergens, man. Tegenwoordig word iPhones kosten wel een fortuin, maar uh, mm. je kunt het wel voor. Uh, je kunt mijn oude iPhone ook even goed doen, maar dat is mm. kwalijk gewoon minder. Of Samsung natuurlijk. Trouwens, dus... Wacht Er is meer dan een gsm Een zoekje. Ja, ik... Hoeveelste zijn we vandaag eigenlijk? De acht, nee, zes, zes, zes. Binnen drie dagen ben ik twee jaar een vlogger. Oh shit. Shit. <laughs> en heb je iets gepland? Nee. nee. <laughs> heb je een viertje van nee. die mijlpalen, überhaupt? Uh, misschien dat ik wel een poosje ga zetten of zo. zo maar niks te crazy of zo, denk mm -hmm. ik. Misschien moet ik een feestje organiseren. Ja. Wie wil er komen? <laughs> <laughs> nee, uh, nee, gewoon ja, twee jaar. Sick, man. Heb je dat, je hebt dat wel echt, want ik heb geen idee wanneer ik mijn eerste video heb geopend. Voor u was dat dan echt een, goal, een mijlpaal. Omdat de dag was dat de eerste quarantaine ging. Ah, juist. De camera ja. is weer dood. Ah, fucking een uur. We zijn een uur aan het praten al. Alright, cool. Top. De Eerste quarantaine was ook het begin van uw vlogcarrière dan? Ja, dat was. Uh, ja, toen kwam de eerste vlog uit. Het was eigenlijk toevallig dat dat op de quarantaine was. Want mm -hmm. het is niet dat dat was van. Ah, quarantaine, ik word vlogger. Het was gewoon nee. van. Qua wel wat voor je Samsung hiermee ja ja dat is wel echt zot dat is echt ziet er echt decadent uit gewoon, maar ik ja. ben zo sinds begin dit jaar uh, Samsung ambassador yeah, yeah. En hadden deze, um, ja ja is dat deze ja dat is de nieuwste die is hebben opgestuurd en dan die flip phone vind ik gewoon nice die ligt hier gewoon voor ja maar die is wel grappig ja toch hè? voor de Twitter shout die is echt gewoon Dat yeah. moet ik niet vergeten wat wacht um, je ja. aan het zeggen? wacht hij vloggen al twee jaar Corona... Ja, ik was begonnen aan de quarantaine dan, met vloggen. Mm -hmm. En um, ja, dat was niet omdat het quarantaine was. Dat was gewoon zo van, ja, ik wou eigenlijk al lang vloggen. En dan toevallig dropte dat ook gewoon op die dag. En dan... Uh, mm. ja. Was er ineens wel geno genoeg tijd om zijn. Zo, zo te maken? Echt zo nog een verhaaltje zo, snap je? Mm -hmm. Hoe dat allemaal gebeurd is zo. En door corona kon het gewoon. Daardoor ben ik door. <laughs> yeah. Maar dat is ook ja, gewoon in hoor. Het is de story gewoon, man. Dat is een gekke story, uiteindelijk. Hoe alles zo even samen kwam. Ik ben ook blij dat het nog een, nog een nice story is. Nee. Ik vind het wel een nice story, ja. Ja, ja, een stories die niet nice hadden, of hoe bedoel je? Of? Ik weet het niet, ja, gewoon zo. Dat is net zoals bij een relatie, of zo, als je samen zit met iemand. Van, ah, waar heb je elkaar weer gekend, zo, ah, Instagram. Dus ah, dat, ja, 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 Dat is zo, dat is zo jammer, zo. Mm -hmm. Of dat er zo, zo ja, hoe zit? Maar ja, bij, bij content is dat misschien wel iets anders, ik weet ja. het niet. Ja. Ik zou Goh, niet nee, weten. in a je kunt er trots zetten. Ik ben ook blij met de manier hoe dat... Mijn content tot stand is gekomen. Dat was nooit mijn intentie van. Oh, ik wil volgers of ik wil bekend worden. Dat is nooit mijn verhaal geweest. Dat is gewoon, ik wil en nog steeds momenten vastleggen met de mensen die ik het liefst zie. Daar komt het op neer. Gewoon mm -hmm. momenten vastleggen en die video's herbekijken wanneer ik 50 ben. En mijn vrienden gewoon nog eens kunnen kijken. We weten nog, die reis naar Italië, nee, ja, Kroatië, yeah. alles fucking hier. En gewoon met de gasten he, nog eens man. kijken. Dat is de reden dat ik content begin te maken. Dus daar ben ik eigenlijk ook, ja, in een je wel blij mee dat. dat het achtergrondverhaal is. Want er zijn veel mensen nu gewoon zien wat influencers doen of mogen doen, of die, je ziet, allez, social media is een highlight reel van mensen hun leven. Zelfs um, dus als het doel is van ik wil ook wat dat die net gepost heeft, dat is een foute motivatie. En dat werkt ja, dat bij sommigen, ik. maar ja, als dat echt de drijfveer is, denk ik wel gewoon, dan ben ik liever inderdaad ook, heb ik liever een verhaal zoals dat van u of van mij. Ja, voilà. Dat is mooi. Op die manier. Ik ging nog iets zeggen, maar het is mij aan het Over relaties? Uh, of... nee. nee. Ik had er veel eens. mensen even. die op dating apps elkaar hebben leren kennen, een verhaal verzinnen. Ja, sowieso. Ja. Okay. en ik ging dat ook eens doen, want ze kennen elkaar ook maar gewoon van Instagram. <laughs> ah, dus daar vind je... She was groupie. Nee, <laughs> totaal, niet, totaal niet. Het was gewoon... Ik was toen nog niet zo lang bezig met YouTube of zo. Mm -hmm. En ze had mij gevolgd, en ja... Die zag er wel cool uit, dus ik had het niet ja. teruggevolgd. Ja. <laughs> Die zag er wel cool uit. <laughs> ik had gesliden per story dat ze aan het koken was, man. Dat is wel de way to go: op ja, stories man. reageren. Ik hier. zo van: mag ik ook een bordje? <laughs> <laughs> Down bij het... Smooth. <bite>. <laughs> Smooth. <laughs> nee, dus uh, ja, als je, ik denk wel dat dat gewoon de manier is om in DM's te sliden: stories. Ja, Toch eerder dan gewoon een, een hey te droppen. Maar en... eigenlijk is een hey wel nog cooler of zo. Ja? Ergens, ik weet niet. om dat? Hey. Ik weet het niet. Ik ben niet meer op game deze dagen. Nee, ik ook niet. Ik zou niet weten hoe de fuck ja. ik nog moet DM'en eigenlijk. Maar een hey... In de, ja. Maar zeker ook in onze situatie, want ja je weet ook nooit. Ja, ik guess so. Komt. Maar ik denk, een hey werkt alleen als je echt een gek gekke online presence hebt. Of dat iemand direct van de eerste keer dat ze op je profiel tikken een goede indruk van je hebben. Oftewel moet je fucking knap zijn. Maar ja, alleen een hey... Daar gaat het niet mee komen. Ik nee, dat ik zeg, hey, ik. En dan zo nog het, iets van inhoud, gewoon. Nee. Ja. Maar, but. ik zou niet eens weten wat de fuck ik, ik zou moeten die hebben. Geen idee. Anyway. Gelukkig moet ik dat ook niet. Um, ja, we, hoe lang zijn we nu aan het praten? We zijn al meer dan. Ja, aan het we praten. het al even. Ik ga eens even snel uh, de twitter shoutout out al fixen van deze week. All right. um, als je trouwens een twitter shoutout wilt in deze podcast, check gewoon mijn Twitter, de gepinde tweets, retweeten, en dan krijg je. Maakt je kans in ieder geval op niet alleen de shout-out, maar ook deze stickers? Ik dus ik er elke week een paar van weg. Heb jij die eigenlijk? Of heb jij de vorige nog? Ik heb ja. ja. Nee, ik heb die niet. Ik okay. vind die wel mooi. Thanks, bro. Mocht er een paar mee pakken hier. Ja, thanks, man. Dus, uh... Ik zal hier een leuke plaats geven als ik er heb. Ik heb er nog, hè. ik heb er nu ook. Ik mocht er altijd merken, ik heb er echt nog een, uh, een paar liggen ook hier. Thank you very much. Ik uh, zal yeah. er anders ineens voor als je deze aflevering gekeken hebt, stik er ook een van hem bij. Dus dan krijg je een paar Gossip Guy stickers Oeh. en een Sashi sticker. Bonus. Uit. Je moet hier uh, tussen scrollen. De persoon die, uh, waar u vinger op plant. Uh, oh. Wat? Huh, die gesm, die voelt wel ergens. Ja, maar hij is gevallen. Ik heb hem... Uh... Ik stond één keer op een elektrische skateboard. Zien of ik denk niet iemand kan herkennen. Nee, dat mag niet zeker. maar <laughs> nou, mocht jij dat doen als die, je wilt. Uh, Caro de Leo. Caro de Leo. Ik denk dat hij ooit al een stickers je kreeg, maar thanks om te blijven retweeten. Uh, I appreciate you. Thanks, Caro. Uh, ik ga ervan uit, dat jij dat ook apprecieert. Zie, check yes. deze. Alle de tweets die geretweet zijn, zijn ja, steeds die alles. van de video. I appreciate you. <laughs> that's fucking vet. Die hard. Id. Ik stuur je een paar van die Gossip guys stickers op en ook een van deze Sessie stickers. Als jij ook stickers wilt of gewoon een shout-out in deze podcast, check mijn Twitter. Id. Is er nog iets dat jij graag wilt delen voordat we straks even op Audi Only nog verder gaan? Ehm. Um, dat zou ik ook delen. Man. Mag je wat zijn? Abonneer op je YouTube, sta in de beschrijving. Ah, zo van dat. mag ook andere shit zijn. Yo, sub to my YouTube. Het <laughs> Heet trouwens, nee, uh... samen nog of is het Sashi gewoon? Nee, nou? ik heb mijn YouTube veranderd naar uh, Sashi. Mm -hmm. uh, omdat ik zoals van ja, het is gewoon Sashi, snap je? Mm -hmm. Het is wel grappig, want in het begin was het eigenlijk niet Sashi. Nee, in het begin. Het was eerst gewoon Samuel de Graaf en de eerste paar vlogs was er ook niet Sashi of zo, mm -hmm. snap je? Mijn maten noemde me wel gewoon als Sashi. Mm -hmm. Maar uh, dat was helemaal niet zo van, ja, dat is mijn naam. Zo natuurlijk gegaan. Maar dan werd dat zo een ding om dat te roepen: Sashi! <laughs> en dan zo, ja, op de fiets en overal. En dan begonnen mensen naar mij te roepen en dan was ik zo, ja, de naam heeft mij wel gekozen of zo. Oké, okay. maar ik zit wel voorgestapt bij Harry maar dus, uh, Dat is nu, ja, exact. <laughs> dat is nu de, de naam op okay. YouTube. Maar op Instagram ga ik wel gewoon mijn naam ja. Ik zou het wel nog willen ergens ofzo, maar dan eerder voor nog een andere account dan ofzo. Maar nee. die naam, uh, dat gaat niet. Nee. Dat is zo raar, zo. sommige namen op Instagram die je zo dan wilt pakken, die zijn nog niet bezet. Of je vindt al sinds geen account, maar je kunt die niet nemen. En zijn zo te kort. Ja, ik denk wel. dat je dan echt connecties je moet, bij Instagram ja, zelf voilà. moet hebben. Want als ik Ender zou willen, dan moet ik ook, zou ik ook bij Instagram zelf moeten houden. Ja. Misschien dat dat al bestaat, I don't know. Ja, kan wel. Dus um, bepaalde dingen zijn gewoon niet verkrijgbaar, blijkbaar. Nee. Nee, maar ik zeg wel, je mocht op YouTube uh, pluggen, maar is er iets anders? Eh. Uh, dat je van nagedacht hebt. Ik weet het niet. Nee. De... Ik, ik vind de... dat ze. nu zet je mensen op de spot. Nee, ik weet het. Natuurlijk, elke aflevering. Meestal is er dan gewoon uit wees lief tegen elkaar. Ik denk yeah. dat ik echt een compilatie kan maken van een <laughs> stuk of twintig mensen die gewoon dezelfde boodschap geven. Uh. Broadcast the energy that you want to attract. Wow. Oh shit. Dat is mooi, man. <laughs> Dat is mooi. Right. Um, ja, Dan moet ik je wel eens bedanken om hier aanwezig te zijn trouwens. Had ik heb nog Graag niet eens gezegd. Ja, nu nee, met plezier. See, man. roos bedankt om te luisteren. Iedereen die ook geluisterd heeft en geen shout-out heeft gekregen, ik heb een serie ook. Thanks om te checken. Uh, like, abonneer al die goede shit. Helpt mij en is voor mijn ego. We gaan nog even verder op Spotify. Abonneer dus ook bij, alsjeblieft, alsjeblieft. Of course. Links in de beschrijving. We gaan nu nog even op Spotify Just verder. Uh, Kwartiertje. So. Right. Tot daar. Joe, morgen. <laughs> Aids, ik was hier nog aan het zien, maar ze hebben eigenlijk maar één van die dilemma's, dilemmas. gedaan. Oh, je hebt er gewoon direct een verhaal aan gekoppeld. Sorry. No, all good. Nee, dat is fucking <laughs> veel beter. Dat is de reden dat ik dat doe, hè. Want mensen... Um... Ik vind het ijsbreken. Ja.